naam is Eva. Ik ben 24 jaar. Ik woon hier op Kot in Leuven en ik studeer de masterrechten. De middelbare school. Ik was een hele angstige, niet supergelukkige leerling eigenlijk. Ik was echt wel heel zwaar met mezelf aan het worstelen. Dat is al sinds ik heel jong ben. Ik had echt wel moeite met mijn plekje te vinden. De puberteit was een beetje het summum van dat allemaal. Dus ik was eigenlijk heel moe. Ik kwam eigenlijk nog heel weinig naar school. Zeker in mijn laatste 3 jaar kwam ik vaak pas in de namiddag aangewandeld. Ik viel ook heel vaak in de les op mijn bank in slaap. Op een bepaald moment is er dan ook een beetje aan de noodrem getrokken geweest door mezelf. En dan ben ik eigenlijk voor een hele periode opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ik heb eigenlijk ook een deeltje van mijn middelbare school, zowel in buiten het ziekenhuis geweest als binnen het ziekenhuis. Ik moet zeggen dat niemand echt, ook niet mijn omgeving, echt buiten mijn leerkrachten misschien wel nog, maar voor de rest, nog mijn familie, nog ikzelf, hadden echt indrukwekkende lange termijn plannen voor mij als persoon. Het was een beetje van week tot week, of van dag tot dag zelfs. Dus bij studiekeuze was het echt wel, hebben we onszelf er een beetje gemakkelijk van afgemaakt. Ik las heel graag. Ik las echt super, super graag. Ik las super graag boeken. Ik was daar de hele tijd mee bezig. En toen dat wij erachter kwamen dat er zoiets bestond als literatuurstudies, heeft het eigenlijk niet lang geduurd voordat ik dan gewoon dat heb gedaan en ook niet meer verder gezocht heb. Terwijl ik daar letterkunde aan het studeren was in mijn tweede jaar, merkte ik eigenlijk al een beetje dat ik toch eigenlijk echt liever rechten zou willen gaan studeren. Mijn ouders waren eigenlijk zo opgelucht dat mijn eerste en mijn tweede jaar zonder problemen dan eigenlijk waren verlopen, dat dat vlot ging. Dat ze toch wat te precair vonden om dan te veranderen van studierichting. En zo waren van, maak toch maar eerst je bachelor af. En dan had ik mijn bachelor afgemaakt. En dan waren ze van, maar doe toch maar eerst je master af. Dus dan heb ik dat eerst helemaal moeten afmaken voor ik dan toch nog rechten mocht doen. Mijn eerste jaar aan de universiteit was eigenlijk heel moeilijk. In het begin probeerde ik naar de lessen te gaan. Ik had toen heel veel last nog van angstaanvallen en zo. Dus in de aula zitten was echt, lukte echt helemaal niet. Je zit op kot, je hebt weinig vastgelegde structuur. Terwijl dan eigenlijk in het ziekenhuis kwam ik eigenlijk van een ritme waar er heel veel structuur was. Kwam ik dan op kot waar dat dan letterlijk niks bepaald was en niks hoefde. En dan bleef ik eigenlijk gewoon hele dagen in mijn bed liggen. Ik ging niet naar de lessen. Ik stond ook helemaal niet open om mensen te leren kennen. Als ik dan wel naar de lessen ging, dan sprak ik echt met niemand, maar dat werd dus steeds minder en minder, waardoor ik echt gewoon permanent in mijn bed lag, de allerslechtste series op aarde bekeken heb, helemaal uit. Het was een hele opluchting, denk ik, om dan te merken dat mijn punten nog steeds wel oké waren, niet schitterend. Maar dat was natuurlijk geen verbazing, maar dat ik er dus wel eigenlijk op alles door was, dat was echt geluk hebben voor mij. Dat had evengoed niet het geval kunnen zijn. En dan in die zomer, omdat ik dan eigenlijk een hele zomer vrij had, had ik zo'n lange bergtochtwandeling gemaakt van 15 dagen. Dat was dan zo'n hele uitdaging. En dat klinkt zo nep diep of zo. Maar dan was ik wel echt dingen aan het doen. En dan ineens had ik dus wel een beetje structuur in mijn leven in die vakantie dan. Ironisch genoeg. En dan voelde ik wel echt dat mij superveel deugd deed. Dus dat heeft zo een klik gemaakt en dan ben ik beginnen hobby's te doen buiten mijn studie. Dan ben ik bij VETO, de studentenkrant van de KU Leuven, gegaan. Dan kon ik bezig zijn met bijleren, maar op een veel vrijere manier, op een creatievere manier of zo. En dat hielp me echt. Dat was eigenlijk echt een reden om uit je bed te komen en dat was echt een reden om daar naartoe te gaan. En dan leert je ook mensen kennen waarmee je toch iets meer gemeenschappelijk hebt. In mijn derde jaar heb ik mijn faciliteiten aangevraagd. Dat was toen eigenlijk puur uit noodzaak, omdat ik eigenlijk begon met een ambulante therapie 2 dagen per week in het ziekenhuis in Kortenberg. Als je een behandelende dokter hebt of een arts hebt of je hebt een erkende functiebeperking of wat dan ook, is het vrij gemakkelijk om het aan te vragen. En eens dat je het hebt, is de begeleiding echt super. Ook nadat ik het dus eigenlijk niet meer uit noodzaak nodig had, dus nadat die ambulante therapie ook was afgerond, ben ik ook student met functiebeperking gebleven. Het is zo nuttig. En ik ben er echt ook van overtuigd dat dat zeker in mijn tweede jaar ook al een grote meerwaarde was. Mijn eerste jaar ook, maar toen ging ik niet naar de les, dus ja. Ik
afgekorteld, dus mijn angststoornis. Dus hebben we echt gekeken naar, oké, wat zijn de problemen die ik ervaar in de context van de universiteit en hoe zouden we dat kunnen navigeren? Heel concreet, mijn angst... aanvallen werden heel lang het zwaarste tijdens examenperiodes, tijdens periodes van stress. Dat zorgde er eigenlijk voor dat als ik het gevoel had dat ik een examen niet 100% ging kunnen, ik soms heel zwaar symptoomgedrag had, heel zware opstoten had. En die opstoten konden zo zwaar zijn dat dat eigenlijk ja, een overdadige last was. Allee, gewoon echt heel slecht voor mijn gezondheid was. En eigenlijk ook echt gewoon gevaarlijk was. Dus dan heeft ik en mijn zorgcoördinator hebben dan gekeken over oké, wat zouden we eraan kunnen doen. En nu heb ik eigenlijk gewoon een faciliteit. Stel dat ik een opstoot heb bij een examen, dan kan ik dat laten weten aan mijn ombuds. En dan mag ik een inhaalexamen doen op een ander moment. Dus eigenlijk heel simpel. Voor de studenten die nu voor hun studiekeuze staan, zou ik als advies wel echt geven dat je studie de komende 4 of 5 jaar... een groot deel van je leven gaat zijn, maar zeker niet het enige. Dus dat je dat ook wel echt in je achterhoofd mocht houden. Dat er ook echt dat je voor jezelf ruimte ook mocht maken om na te denken van wat wil ik eigenlijk doen met die 5 jaar naast mijn studio? Wat zijn de hobby's of wat zijn de kanten van mezelf die ik meer zou willen leren kennen, die ik meer zou willen uitdiepen? Want zelf heeft zo voor mij dan eigenlijk bij veto schrijven of welke hobby dan ook ervoor gezorgd dat ik mijn eigen interesses beter leerde kennen. Mijn eigen passies beter leerde kennen en gewoon echt ook mijn studie meer in perspectief kon zetten. Dat zorgde er echt voor dat ik minder stress had voor de universiteit zelf. Omdat de universiteit niet heel mijn leven was, maar gewoon een belangrijk deel daarvan. Als je worstelt met iets, maak daar zeker die ruimte voor. En kijk zeker of dat studeren met een functiebeperking mogelijk voor jou, een mogelijkheid voor jou is. Want het is echt de moeite om het aan te vragen vanaf het eerste jaar. Het is echt goed georganiseerd. Er kan heel veel. De universiteit gaat daar op een heel discrete manier mee om. Ik weet, mijn ouders waren bang dat de professoren dat dan zouden weten. Hè, en een angststoornis, daar is toch wel veel taboe ook rond. Maar dat is dus echt niet het geval, want de professoren weten het gewoon niet. Het wordt centraal geregeld. Niemand weet dat jij dat hebt. Dat is echt... alle discretie. Het kan je enkel helpen. Zeker doen. Ja, en aan de ouders, dat is natuurlijk ook een belangrijke rol dat zij spelen. Ik weet dat het moeilijk klinkt en misschien onouderlijk, maar die angst ook een beetje loslaten. Als je een kind hebt dat anders is, betekent dat op geen enkele manier dat er geen plek is aan de universiteit voor je kind en dat je kind ook niet het meeste kan maken van die plek die hij krijgt. Want je kan echt wel plaats opnemen. Je kan echt wel jezelf ontdekken en al die clichés daar rond. Ook met een functiebeperking.